We hebben het namelijk over die enorme shift, die ascensieshift. Waar hebben we het dan over? Dan hebben we het over de vijfde dimensie. Nou, ik weet niet, net zoals jullie misschien, dat ik dan toch het gevoel krijg, maar wat wordt er nou eigenlijk mee bedoeld met die vijfde dimensie, waar we naartoe gaan? Is dat iets wat een shift is, wat gewoon ontstaat? Of is dit wat wij in onszelf kunnen bereiken? Vanuit hemeltaal, vanuit de ongeziene wereld dat ik hoor, is het een shift die wij moeten maken. Ik hoor de hele tijd ze zeggen, ruim je eigen virus op, ruim je zooi op. Dan kom je vanzelf als wezen in die vijfde dimensie, hier in de derde dimensie. Oké, wat zijn de vijf kenmerken daarna van? En ik vond het heel mooi, want het is gebaseerd op, ik ga dan toch weer zoeken, en eentje die ik heel erg volg op het moment is een jongen, Matthias de Stefano. En op Gaia.com, G-A-I-A.com, kan ik je aanraden om daar een jaar abonnement op te nemen. Hij heeft de serie The Initiation en hij legt super mooi die vijfde dimensie uit. En die heb ik eigenlijk gekoppeld aan hemeltaal dat ik al eerder heb gehoord. Dus voor mij is ook nu een aantal dingen in hemeltaal heel erg verklaarbaar. Dat ik denk, oh ja, vandaar. De eerste kenmerk is liefde. En dan heb ik het over onvoorwaardelijk liefhebben. En dat is dus niet op voorwaarden. En wat is dat verschil? Is liefde... mensen die de levensinitiaties kennen, die weten dit, dat dit de vuurinitiatie is. Daarom vind ik het wel mooi. Je hebt de vier levensinitiaties en we gaan naar de vijfde dimensie. En van liefde op voorwaarden naar onvoorwaardelijk liefhebben. Wat hij mij inspireerde, vond ik heel mooi. Hij zegt, alle emoties komen uit liefde. En dat zeggen we wel eens. Je hebt liefde en je hebt haat bijvoorbeeld. Liefde is een hoge frequentie, haat is een lage frequentie eigenlijk van hetzelfde. Je haat namelijk niet omdat je haat omdat je tekort aan liefde hebt. Omdat je geen liefde in jou hebt en ook die liefde niet kunt voelen. Dat is waardoor dat ontstaat. Dus eigenlijk is dat één. Dat is het mooie, want bij de vijfde dimensie moeten we naar... over de dualiteit uitstijgen. Wat betekent dat ook? Onvoorwaardelijk liefhebben is geen oordeel. En voor degene die hemeltaal hebben gelezen, je komt het oordeel kom je niet tegen met het dit is niet goed of dit is fout. En iedere keer probeer ik ze te verlokken tot een statement, ook betreffende wat er nu speelt in de wereld. Er is geen statement. Het is veel groter dan wij ons kunnen realiseren. Wat hij ook zei begin januari dit jaar, zei hij, dit jaar wordt een bijzonder jaar. Mensen zullen vrijwillig of onvrijwillig wakker worden. Daar kom ik zo terug, want dat hoort bij een ander stukje overeenkomst van die vijfde dimensie. Maar er is geen oordeel. Er is geen oordeel over heftige daden. Er is geen oordeel over de Tweede Wereldoorlog. Omdat het van een veel hoger standpunt wordt bekeken. Waarin sommige dingen nodig zijn voor de mensheid. Om wakker te worden. Om te groeien. Te evolueren. En de evolueren is eigenlijk de vierde stap. Of nee, vierde kenmerk zijn geen stappen. En evolueren heeft te maken met dat alles in verandering gaat. En we weten zelf ook dat in de derde dimensie willen we alles houden en vasthouden. Maar in de vijfde dimensie gaat alles stromen. En als wij blijven zitten in iets wat niet goed is, dan worden we gedwongen te veranderen. Dan ontstaat de verandering voor ons. Nou, dat is wel iets wat nu gebeurt. Het tweede kenmerk is wijsheid. En dat in de derde dimensie hebben we kennis. En op een gegeven moment merk je ook, ik heb kennis en daar hou ik aan vast.
Maar de vijfde dimensie is wijsheid, is openheid van geest, maar ook voelen wat waarheid is. En dat is heel mooi om daar naartoe te gaan. Dan krijg je de derde, is de wil. En dat is eigenlijk de motor van liefde en wijsheid om tot expressie te brengen hier. En wat ik zo mooi vind, is de vierde weer even door naar de evolutie. En als je deze vier al pakt, zonder oordeel, komen we in onze wijsheid en in onze kracht tot expressie, waarbij we beseffen dat wij medescheppers zijn. En dat is die groei. En dan kom je als laatst in de co-creatie. En die is zo belangrijk en die hebben we gedaan met de wereldmeditatie. Co-creatie is namelijk niet ik creëer. Co-creatie is wij samen creëren uit één mind. Met één en hetzelfde intentie. En dat wat we neer willen zetten. En dat is zoiets moois. En in de vijfde dimensie is natuurlijk heel vaak zitten, zeggen we, zitten onze gidsen. En zo voelt dat voor mij ook. Want als ik het hele hemeltaal dan weer bekijk, zijn een aantal dingen die weer terugkomen. Doordat ik geïnspireerd werd door deze vijf kenmerken van de vijfde dimensie, dacht ik, oh ja, dat hele boek is op die manier ook opgebouwd. Wat ze vertellen over onze scheppingskracht. Dat wij hier ook zijn voor die vier initiaties. Maar ook vooral om onze eigen scheppingskracht te leren. Om onze eigen scheppingskracht te ontdekken. En het mooie is in de vijfde dimensie, de derde dimensie is het ik en we zijn aan het scheppen. En in de vijfde is het wij samen. En kun je je voorstellen hoe mooi dat is? Begrijp je het gaan naar de vijfde dimensie, dat het iets is wat in ons ligt als mens? Dat je gaat van voorwaardelijk liefhebben in de derde dimensie naar onvoorwaardelijk liefhebben? Zonder oordeel. Zit er nog één spatje oordeel? Dat is niet de vijfde dimensie. Omdat die natuurlijk veel meer ziet waar het eigenlijk allemaal over gaat. De wijsheid die je dan krijgt tegenover de kennis die wij hier opdoen in de derde dimensie. De wijsheid die je kunt voelen met je hart, maar waarbij je open blijft als een kind. De wil die ontstaat in de vijfde dimensie, waarbij je de motor bent en ontdekt de scheppingskracht. Dat je de liefde en jouw wijsheid samen kunt brengen en naar buiten kunt brengen. Naar de evolutie, waarin je ziet dat wij mogen veranderen, we moeten veranderen. Dat is zo'n universele wet. En we zijn zo eigenwijs. En nu zie je dat dingen veranderen. Daar kunnen we niks aan doen. En iemand vroeg aan mij, wat heeft de ongeziene wereld voor een oordeel, een mening over wat er nu gebeurt? Dat hebben ze niet. Als je de laatste drie stukken leest, en die kan je lezen op mijn website bodybessen.com. Je kan ze lezen op de Facebookpagina Boodschap uit de ongeziene wereld. Dan zie je dat er geen oordeel is over wat er nu gebeurt. Er is geen oordeel over de alle complottheorieën die er zijn. Of het kwaad wat op de aarde is. Soms, en ik hoor echt hun zin. Soms hebben we een nachtmerrie nodig om wakker te worden. En als je kijkt. Wat dit brengt, dan brengt dit al eenheid, verbondenheid. Je ziet een verandering optreden. En blijven dingen zoals het was, dan komt die verandering niet. En je ziet dat alles in een groter geheel. Dus we kunnen er niet over oordelen. Dat is weer een zinnetje. We kunnen er niet over oordelen. Wij kunnen alleen maar stijgen in onszelf.
naar de vijfde dimensie zonder oordeel. Die onvoorwaardelijke liefde, dat geldt echt een onvoorwaardelijke liefde voor alles en iedereen om je heen. De wijsheid die ontstaat, de wil in wat je wil creëren, de verandering die je toelaat en de co-creatie die wij samen aangaan. En als we even terugpakken op die wereldmeditatie die we hebben gedaan, ik vond hem waanzinnig. En het is wel leuk, op het moment dat ik erover ga praten, ga ik hem weer voelen. Ga ik voelen de verbinding met ons allemaal samen. En de verbinding die je dan weer voelt. Zo mooi, we hebben nu ook weer, we zitten nu gewoon weer met bijna 200 mensen. Moet je eens even voelen als we weer met elkaar verbinden. En ook nu weer laten we één mind maken. En wat zien we dan? Dat wij op ster en de aarde in die vijfde dimensie, ook in onszelf, dat het oordeel uit ons weg mag vallen. Dat we wijsheid gaan ervaren in ons hart. Dat we samen die co-creatie maken voor die nieuwe wereld. Nu op dit moment weer. En ik zie ons allemaal verbonden met elkaar. Met een mega licht. Omdat we worden getraind langzamerhand. Hè? We worden er goed in. En voel eens als we weer helemaal de eenheid gaan. Zonder oordeel. Maar die kinderlijke verwonderlijkheid en liefde. En we zetten weer even dat beeld neer van het paradijs op aarde. Kan je voelen wat er dan gebeurt? Mooi, ik kan hem voelen. Ik kan hem voelen bij jullie. En dat je zo weer intuned, inlinkt op die energie. En die energie heeft te maken met die vijfde dimensie. Die heeft te maken met onze gidsen en onze begeleiders vanuit de ongeziene wereld. En voor de mensen die hemeltaal hebben, die dat stuk graag ook willen lezen, want hieruit ga je heel veel herkennen in die vijf kenmerken, is het canvas ter liefde en al haar creaties. Op bladzijde 284. Dit is een hemeltaal. En het is bijzonder om, voor mij ook, om de volgende laag te ontdekken. Dus dit is iets wat ik heel graag met jullie wil delen. Dank jullie wel allemaal en tot morgen, dan ga ik erop door. Dag allemaal.